allervetste vondst zijn die wij ooit hebben gevonden. We hebben ondertussen een race aan de haal met hem, ja. Lamborghini. Kijk, mijn bus is zo snel. Je haalt hem in! Je haalt hem in! Yeah! Later! Oh, wat een ding. Ik kan in de spiegel filmen als je wil. Later, spiegeltje. Jim. Ja. De meeste mensen die kijken weten niet dat jij al een babytje hebt, hè? Ik heb een klein babytje. Ja? Hoe kijk. Hé! Hey. Oh, lief, hè? Mag ik hem aaien? Kijk, kijk, kijk. Oh. Moet je spelen? Oh. We komen van Schiphol. Wie dan? Ja. Lekker man. Hoe is het? Goed. Kijk, hele trolley meegenomen. Brian, hey, naamgenoot. Morgen. Naamgenoot. Ja, hey kijkers, ik ben Dwayne en dit is de meest malse video van Watch Dutch ooit. Dit moeten jullie zien. Een hele goede morgen. Ik ben Bart en we gaan vandaag vissen met Watch Dutch in Amsterdam. Yo. Wat hebben jullie een mooi setje, jongens. Wat een mooie trolley. Ja, hè, Brian. Niet pikken meteen, hè? Dit is Thijs. Matthijs. En maar vroeger had hij glans en nu zie je hem bij Matt. Hoe noem je iemand die heel goed is in het pellen van eieren? Nee, je pellen. Weet ik niet? Een propeller. Wat heb je, Dick? Goudpan. En? En? Goudpan. En? Oh, en sleutels! Oh, wel goede bos. Nee. Nou, ik denk... Eerste worp. Pak maar in, Brian. Nou. Dat haal je niet meer in. Kijk dan wat we hebben. Een stepje. Wat? Ja. Nou, want ik vind het niet eerlijk. Weet je, ik vind het niet meer leuk. Kijk dan, dit is gewoon alles in één. Kijk dan. Ik heb hem aan de achterkant open. Oh, hij is van hij is van stainless steel. Ja, die is echt... Je kunt de achterkant open klikken. Wow. Kijk, we zijn in Amsterdam en ten eerste zie ik daar een zeppelin. Maar kijk, toen vroeg ik me af, waarom liggen hier zoveel pellets langs de kant? Nou, en die uitvoerder die zei vrijdag, nou jongens, als jullie de bouwplaats hier een beetje opruimen, hallo, kunnen jullie vroeg naar huis. Hallo. En hebben ze alles zo de sloot ingetiefd. Hallo. Wat is dat? Kijk dan, dit is een mooie. Dit is een stinkfiets. Wat doe je joh? Kijk eens, wat even een valspeler zijn. Wat ja, hier. Valspeler, dit is dezelfde fiets als net. Ja, je hebt gewoon diezelfde fiets teruggegooid, Brian. Ja, zo doen we dat met die andere 42 ook. Echt? Ja. Hoe deed hij dan 42 op de foto? Photoshop. Photoshop, alles. Wat zit hier? Wat zit hier? Geen idee. Wat zal hier zitten? En kijk wat we hier alweer hebben. Een bloemetje. Magnetische bloemen. Hé, hey, een pollepel. Kijk, dat vind ik altijd leuk. Een mooie pollepel. Is een pollepel? Ja, juurlepel, weet ik veel hoe dat heet. Is dat dik, hè? Wat is dat dan? Dus, is dit een scoto? Dan ligt die mok van die motor ligt er denk ik daar ook gewoon eraan vast. Daarom komt hij hoor. Oh, dit is aluminium joh. Dit is wel wat waard. Ja hè? Wat is het, Nick? Aan de fiets? Oh, dit is wel een mooie trouwens. Oh. Ik zeg dat van elke fiets eigenlijk hè. Oh, die is echt gebroken. Echt? Ja. Hoeveel is dit frame? Het is wel echt een gezellig hè? 20 inch. Hij is wel gezellig ja. 2, 4, 8. Kijk dan, wat Brian heb gevisserd. Oh. Oh, F24. Het is? Het is een? Ja, die is al langer dan 10 jaar gehad, want hij is uit het systeem. Echt? Ja. Hè? Ik heb ook zo'n filmpje. Stap 1? Ja? Dit kan gewoon zo, toch? Ja. Kijk, die man die zegt dat je. Die man zegt dat je niet rommel moet maken, Brian. Ja. Wat hebben we? Wat heb jij trouwens? We hebben een duikboot. We hebben een bootje gevisserd. Ik heb hem in de auto. Ja? Ja. Nee. Nee joh, dit is een polyesterbootje. Kijk dan! Kan het eruit halen of niet? Ja, het lastig. Ja, maar het is zeker. Ja, hij is namelijk jullie gewoon aan het zinken. Echt zwaar, pik. Hoe zwaar? De bandjes zijn lek. Ja? Kom maar. Sisser. Lekker draaien, ga maar aan de kant. Ga draaien, één keer. Twee. En wist je dat ik spekjes kan omtoveren in bloemen? Hoe dan? Dan doe ik ze in mijn hand. En doe ik... Oh! Hoe doe je dat? Ja. Oh, lekker! Oh. Ja. Dus we gaan naar boven, mag jij thee brengen, ja? Oh, lekker! We krijgen thee van lieve mevrouw. Zorg!
dat je erbij komt. Brian heeft misschien een scootertje. La la. Nou, eerst even haken, we komen zo wel terug. Olie op het water tegen, dat betekent altijd. Wat betekent olie op het water? Veroliet. Ja. Een blok. Een blok, ja. Wat hebben we gehad van jou? Maar dan moet jij... Wat hebben we voor lekkers gehad? Kijk dan! Een kopje thee en doodles. Dadels? Doodles. Oh, doodles. Ja, doodles. Kijk, Brian zet zijn zonnebril op. Kijk, Matthijs. Oh, wat doe je dat mooi. Kijk dan hoe die het skankert. Dat heb je vaker gedaan, hè? Ja. Oh, wat heb jij dan allemaal hier? Olie. En? Een slot. Nou, die killen bij die andere vijf. Kijk eens hoeveel sloten we al hier hebben. Nou, nah, toch niet te gek. Een beetje geluk zoekt in het leven. Dit is de mooiste comment ooit. Oh, ken je dat dansje wat Nick daar wel eens mee deed een keer? Nee. Oh. We hebben een speciale comment en die vonden we wel erg leuk om op te noemen. Komt ie, hè? Nick, echt respect dat je toch nog vrienden met deze jongens wilt zijn. Je krijgt nooit respect van ze. Je vindt ook nooit wat en dat doen ze ook expres. Nu snap ik wel dat je er ook ouder uitziet dan 25. Ik dacht zeker dat je minimaal 26 zou zijn. Trouwens, ik wil die sepia winnen. Zij wil die sepia winnen, mag dat? Ja, natuurlijk mag dat. Ik vind het echt de mooiste comment. Win sepia. Win sepia. Maar waarom? Waarom doen jullie expres mij nooit wat laten vinden? Dat wil ik wel eens weten. Maar ik heb het jou gevonden, heb, joh. Ja, maar dat is zonder respect gegaan. Wat heb jij nou? Ik ben getagd aan Facebook. Wat heb je? Tang. Die hadden we nog niet in de bus. Maar kijk, zo ging het dus ongeveer. Dit heb je een dikke avondslot. Moet je hem goed ertussen doen. Even kijken of het lukt. Moet ik hem nog even neerzetten. Oh, hij is open. Jij maakt hem zo open met de betonschaar. Dus het is echt waar. Spijt die. Hier, oh. Wat kijk, heb je? Wat heb je? Ja, iets in het plastic zakje. We zijn gek op iets met plastic zakjes. Oh, ik hoor het al. Weer onderdelen. Jammer. Oh, je hebt een scooter. Je hebt een scooter. Nee. Wow. Je hebt een scooter. Hoe gaan we haken? Kijk dan. Oh. Wat is het? Hey, pas op het jaar. Kijk dan. Ik hoop dat er een paling in zit. Amsterdam. Ja. Ja. Kijk eens wat we gewoon hebben. Kijk eens hoe goed die magneet is. Dit is gewoon een superscooter. Ja! Nu gaan jullie trouwen toch? Wordt toch een spreuk dat je dan ja, dan ga je trouwen. Haar zakken en dat je dan via de haar omhoog klimt? Ja, je kan ook via de lift. Natuurlijk zo. Doe je haar. Wow! Oh! Nee joh! Kijk. Wow! Huh? Ja, dit geloof je toch niet? Jij doet vaker de afwas. Hoe kan dit nou? Ik zweer het, alleen met de dredje moekie. Nee joh. Kijk, zo aan kijk dan. Pas op Brian. Wat is het dan? Is en, ja, kassa, wij hebben ook die la. Jongens, hier is voor 5 euro. Dat is de achter, ja. Kijk dan. Hij zit er nog helemaal in, kijk dan. Ja, ja dat moet je niet gooien joh. Oh, krap! Oh, ja. Wow. Hey, oh, kijk dan. Foto! Kijk erin! Wow! Ja. Hij zit krap bij Kars. Nee. Daarom zit hij erin. Doe hem al. Andersom, met dat ding hier tussen. Hoeft niet, dat trek je zo los. Kijk dan! Spannend, hè? Wat zit daarin? Geld! Wow! Oh, money! Dat is verrot. Het is niet funny. Een ring! Oh nee. Ja. Dat is wel leuk. Ja, dat is wel even grappig. Brian had tot goede voorbeeld gegeven vorige week. Kijk. Wij hebben nu ook al een stapel fietsen en dingen en troep. Kijk, en op één been kan je niet staan. Want wat hebben we daar? Nog meer. En een scooter. En een winkelwagentje. En hier hebben we een prachtige hoop sloten en een betonskaar. Als je in de tuin valt, moet je nieuwe halen. Ik wou net zeggen. Gooi hem. Kijk. Ah! Wat een mannetje. Het was bijna garantie dit, hè. We hadden het al zien aankomen. Hey, kijk eens wie daar kan komen. Kijk, zomaar halen we alles naar boven. Ah! Oh. Hij had 600 kilo. Wat heb je? Sausbroodjes? Kijk, iedereen stopt meteen met magneten. De zin is er meteen af. Ik wil een pokkenbroodje. Oh, geef maar een stukje.
Het ligt aan de naam allemaal, hè? Ah, kut, valt hij er net in. Ja. Ah, nou is een muntje eruit gevallen. Ja? Ja, dat kan erin hoor. Wat is dit voor scooter? Eenwieler? Ja, je hebt een... Dit is een eenwieler. Doet hij het nog? Wow! Ja! Ja, is leuk hoor. Kijk, en dan hoef je nooit meer te betalen in Amsterdam. Dat is echt een wielklep. Ja, die moet je gewoon omzetten overigens op je wiel. En dat het koptelefoon was. Een accu'tje. Nou, ik moest laatst zijn auto. Ik moest laatst zijn auto accu halen, die was 75 euro. Hier, wat heb je gevonden, Brian? Een banco. En ik ga er eventjes. Ik heb die veerlijk eraf halen. Kijk dan, het is een banco. Ja. Nou, wel een goede nog, toch? Nou, wel een mooie. Weet je wat het kost? Nee, nee. Ja, die veer moet er toch af? Nee. Ja. Ja, waarom? Wat moet je om met die veer? Een voor meneertje. Ja. Ja, en een paaltje voor mevrouw. Later. Nick, bedankt. Super gezellig. Bedankt. Het was goud. Kom. Nick en ik zaten in de auto. In één keer werden we gebeld. Jongens, we raden nooit wat we nu hebben gevonden. Kom maar terug. Nou, ik heb het al met een video beeldbel heb ik het al gezien. We gaan zo snel mogelijk weer terug. Onze privé dingen laten maar van zich afweten eventjes. Want dit moet wel de allervetste vondst zijn die wij ooit hebben gevonden. Nou ja, wij niet. Nee, wij hebben het niet, maar... Nee, maar het hoort wel een beetje bij ons, toch? Dus ja, we gaan snel mogelijk terug en gaan laten zien. Dit gaan jullie niet geloven. Dit gaan jullie gewoon niet geloven. Ik ben een beetje in paniek zelfs. Ja, we hopen dat er geen file komt. Het wordt hem. Heel bijzonder. Kom, rijden. We zijn aangekomen, we mogen het niet meer filmen, maar wat is er nou gebeurd dan jongens? Wat is er nou precies gebeurd? Ja, dit is niet het beste. Gewoon even één keertje werpen nog, dan zouden we naar een andere brug gaan. We werpen hem net tussen die twee palen en dat muurtje daarin. Klunk, komt er even een hele AK komt er naar boven. Man, echt, maar binnen no time hier, alles politie en alles wordt afgezet en we moeten DNA afstaan zo meteen. Zelf. Echt waar. Ja? Ja, want dit is een wapen die gebruikt is. We worden uitgenodigd voor verhoor mogelijk, omdat zo'n DNA op het vuurwapen zit. Ja, shit, heb je een spot of the job toch? Ja. Hey, maakt het wel spannend. Hey, liever een weppel. Holy shit, ouwe! Oh, liever een weppel. God! Godverdomme, je hebt hem gewoon! Wacht even, ik ga Brian to you bellen op WhatsApp. Maar het beste wat je nu kan doen. Is hem eigenlijk heel langzaam de terug laten. Nee, voor sport niet, met je handen. Niet met je handen. Nee, dat is wel belangrijk. Nee, moet ik hem daar ook. Leg hem daar. Hier af. Wap op de brug. Wacht op de brug, daar denk ik. Godsamme man! Ja, jongen, ik heb het niet. Ik zie Tim springen, jongens. Ja, dit meent hij echt gewoon. Dit soort dingen maken mij blij hoor. Je moet gewoon naar buiten om te gaan. Ja, staat hij op film? Kijk, we hebben natuurlijk. Jij hebt natuurlijk hartstikke mooie AK gevonden. Kijk, hier staat hij in de tas. Voor Watch Dutch, hè? Yes, met Watch Dutch mee. Yes. Wij zijn uitgenodigd voor wat. Het was echt vet. Ah, en daar is nog meer politie. Kijk, en we zijn bij aan het bellen. En iedereen komt nu, het wordt één circus. Yes. Maar ook zo meteen tankje opzetten. Hij is super vet. Bof. En gewoon bij een bruggetje. Hè? Ja. In Amsterdam, hoe kan het? Kan toch niet gekker eigenlijk? Wat zijn we weer uit, hè? Geweldig. Jim, wat was er nou aan de hand allemaal? Nou, we gooien er nog een keertje in. En hij zegt, oh, ik heb wat zwaars. En ik zie hem vertrekken. En ik zie opeens zo de magazijn gekromd. Ik denk, godverdomme. En blij dat we waren. Die AK rond. Nou, ongelooflijk. Wat denk je dan? Niet normaal. We mogen nu al vertellen, toch? Wat ja, dat is AK-47 gevonden, hebben ze. Dumpt is naar misdrijf. AK-47. Een AK-47. We stonden op een springende auto, we hebben denk ik wel 120 km per uur gereden hard. Het telt ging in ieder geval tegen het dingetje aan, dan gaat bij Nick niet verder dan 120. Dus nou ja. Goedendag. Van AT5. Kijk, gezellig. We kwamen even kijken. Gebeurt, hè? Wie heeft het, of was het met z'n allen? Met z'n allen. Hij is de... Maar hij heeft hem gewoon gevangen. Maar de politie is er nu, en nu? Nu zijn ze bezig met het wapen veilig te stellen en spooronderzoek te doen. En kijken of er eventueel DNA en dat soort dingen allemaal op zitten. Ja, want waar is hij nu dan? In het water. Kijk, voor de tip voor de magneetvissers die wel eens wapens vinden. Wat zei die agent? Nou, het is voor de politie van essentieel belang natuurlijk dat eventueel DNA-sporen van een mogelijke verdachte natuurlijk achterblijven op het wapen.
Op het moment dat het dus eigenlijk aan wal getrokken wordt, is het eigenlijk dat het door middel van opdrogen, ik weet niet precies hoe dat zit, maar dat is niet gunstig. Het advies van de politie luidde dan ook op het moment dat je eigenlijk ziet dat er een vuurwapen aan je magneet zit, is eigenlijk het vuurwapen eigenlijk direct weer onder spanning te laten vieren, terug het water in, touw vast te knopen en de politie te verwittigen. Dat was in dit geval een beetje onze onbekend. Maar we hebben ervan geleerd en we willen het jullie... Ja, absoluut van geleerd. Dus ja, de volgende keer zullen we het ook anders doen om inderdaad in het belang het onderzoek de politie daarbij bij te dragen. Ja. Nou, supermooi gezegd, Brian. Ja, toch? Ja. Oh. Zo, dat was weer een mooi dagje vandaag. Ja, dat was prachtig. We hebben echt weer super genoten met de What's Dutch. Echt prachtig. Super gezellig. Ja. En wat doen we dan aan het kijken van de video? We gaan altijd even liken. We liken hier, hierboven. Echt? Hij zegt altijd hier. Hij zegt altijd verkeerd. En abonneerknop. Ja, en het belletje voor. Abonneer voor meer. Belletje aan om op de hoogte te blijven. En abonneer ook even op het kanaal van. Ja. Van Iron Man. Iron Man MD. Daarnaast is het belangrijk, mensen. Check de beschrijving. Er staan de links naar Insta, naar Facebook, naar Koistra. Met een speciale kortingscode What's Dutch krijg je een gratis fondsentas bij besteding van 75 euro. Dus klik op de link, bestel, klik op de link, abonneer voor meer. Ik hoef niet eens wat te zeggen, het gaat allemaal vanzelf. Ja. Mooi hè, is dat. Ja, perfect.